Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 9 hier in Oostenrijk. Maar heb je die vorige race gemist in Engeland, zou ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en dan zie je de video verschijnen. We moeten namelijk op dit moment een contract weer aanbieden aan Theo Poortje. Hopelijk dat hij ook de resterende 8 races voor het team blijft rijden. Zijn marktwaarde is 2 miljoen. Is 68 overal. Hier kun je een aanbod maken aan je driver. The more you offer, the greater chance of them agreeing to it. Be careful not to insult drivers, though. If you do, they might refuse to negotiate any more with you in this negotiation period. We bieden dus gewoon weer 2 miljoen. En jazeker, Poortier ook voor de rest van seizoen 1 aan boord bij ons. Maar heb jij die vorige races in Engeland gemist, zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje. Klik erop en zie je de video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Jullie weten het nu al, hoop ik. En zo niet, dan weet je het nu. Gaan componenten vervangen in deze race. Hebben ook een sprintkwalificatie. Dus 2 races in 1 aflevering. Wie wil dat nou niet? Doen geen Pirelli Hot Lap, daar ben ik onderhand een beetje klaar mee. Tijdverspilling. We staan nog steeds laatste in de R&D-boom. Komt wel 1 update van de aerodynamica aan. Helaas is er ook eentje van de chassis gefaald. En ook van de aerodynamica, dus die moeten we opnieuw gaan bestellen. Maar nu is het tijd voor de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker bewolkt / droog weer. Geen regen voorspeld. Wel in de hoofdrace, maar niet in de sprintrace. Kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ik merk wel dat de versnellingsbak niet wil wat ik wil. Hij blijft soms in zijn 7 vastzitten, terwijl hij eigenlijk door moet schakelen naar zijn 8. Goed verhaal. Maar ik heb zelf niks gemerkt van schade of zo, dus ja, dat is een 1 minuut 8-0, als ik dat goed zeg. Ongeveer 2 minuten op de klok en wij staan stijf achteraan op de laatste plek. Dus moeten er vol tegenaan gaan. Snijden per ongeluk die bocht daar af. Ik had me compleet vergist in de apex, dus sorry daarvoor. Pakken hier wel een mooie slipstream van Lance Stroll. Dit is in de dropzone. Gaan daar wat te wijd bij de laatste bocht. Hier ook weer te wijd richting DRS en start-finish. En we komen op een P21. Een plekje opgeschoven. Carlos Sainz snelste in Q1. Daarachter Charles Leclerc. Maar waar staan wij? Op de laatste plek. Helaas, met een 1-7-5. Hey yo, what the fuck? Is het op naar de sprintrace hier in Oostenrijk. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Hamilton, Sergio Perez, and Norris.
Verstappen, Ricciardo, Bottas, and Fernando Alonso. Ocon, Magnussen, Sebastian Vettel, and Mick Schumacher. Tsunoda, Joe, Alex Albon, and Lance Stroll. Latifi, Gasly, Teo Pourchaire, and the Professor. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Dan zijn we aanbeland bij de grid voor de sprintrace. Startte dus helaas van helemaal van achteraan op P22. Medium band, daar moeten wij de race op mee zien uit te rijden. En hopelijk kunnen wij wat naar voren zien te komen. Anders wordt het best wel een lange hoofdrace. En de sprintrace duurt ongeveer 15 minuten. Maar eerst de formation lap, zoals gewoonlijk. De banden dus mooi opwarmen, niet in de anti-stall raken. Veel advies van de engineer. En dan zijn we aanbeland bij de voorbereiding voor de start van de sprintrace. We komen heel goed in onze gridslot terecht. We gaan dus beginnen voor de sprintrace hier in Oostenrijk. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Iedereen is veel beter weg. Wij proberen al naar de binnenkant te kijken, maar Gasly probeert dat ook. En dat is bij hem gelukt. Bij ons is het trouwens ook gelukt. Hebben Latifi, de Grazen, ook Albon is gezien. Hebben daar een betere exit. Maar dan komt daar de Mercedes motor van Albon van kracht. Ook Latifi zit aan de buitenkant. Het is hier driedik. Daar zit ook Gasly. In de Alfa Tauri wordt daar wat op de curbstone geduwd. En wij zijn naar P19 verwezen, want Gasly valt terug aan. We kunnen hier niet terugkomen, jammer. Theo Pourchaire op de laatste plek. Dan zitten we in ronde nummer 2 van de wedstrijd als Gasly en Stroll het daar met elkaar aan de stok hebben. We kijken aan de buitenkant van de Fransman. En jazeker, dat is P18. Goed gedaan. Op naar Lance Stroll. Voor P17. Gasly kan niet terug aanvallen. Jazeker. Dus dat is goed om te zien. Hoe zit het dan met de pace? Terwijl het geel is in sector 1. Er gaat iemand uitvallen in de sprintrace. En dat is een Alfa Tauri volgens mij. Van Gasly. Jazeker, Pierre Gasly moet dus vanaf P22 de race gaan beginnen. Dan zitten wij in ronde nummer 3 als het daar opnieuw geel is. Er valt... Oh nee, dat is gewoon diezelfde Gasly. Die daar nog steeds niet is weggehaald. Nu trouwens wel. Groene vlag wordt gezwaaid en we kunnen weer verder racen. We zijn in de tussentijd helemaal naar Yuki Tsunoda toegereden. Dan zitten we in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als daar Albon het probeert aan de binnenkant. Maar dat lukt niet. Hij krijgt daar maar weinig ruimte van ons. En we kunnen weer door. Maar daardoor is het gat naar Yuki Tsunoda gestegen tot 1,7 seconden. En Latifi probeert het aan de binnenkant. Wielen haken in elkaar. Die haken nog steeds in elkaar. En daardoor hebben Latifi en Theo Pourchaire mij dus ingehaald. En hebben twee posities verloren in ronde nummer 6. Hopelijk dat wij die weer kunnen terugpakken. Het zou wel mooi zijn als dat gaat gebeuren. Albon zit even weg en Gasly dus uitgevallen. Dan zitten we in ronde nummer 7 als het daar weer geel is. Want een Haas valt uit. Mick Schumacher. Die stilstaat. Jazeker. En wij schuiven een plekje omhoog. P18.
P17 voor Theo Poortje. Kan hier nog niet zoveel. En mijn teamgenoot rijdt al gelijk van me weg. Dat is niet de bedoeling. Maar toch gebeurt het. En dan zitten we in de laatste ronde van de wedstrijd. Charles Leclerc wint de sprintrace. Hij start dus vanaf pole position voor de hoofdrace. Sainz eindigt als tweede. Als ik dat goed zeg. Weer een Ferrari. Dubbel podium. Weer een overwinning voor Charles Leclerc. Wat een dominant seizoen tot nu toe. We zitten namelijk over de helft van de kalender. En als het zo doorgaat, dan kan Leclerc 15 van de 16 race-overwinningen pakken. Wij komen dus op P18 thuis. Helaas, jammer, op naar de hoofdrace. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Hier dan ons even snel de uitslag. Charles Leclerc wint dus de sprintrace. Sainz naar P2, Russell P3, Hamilton 4, Perez 5, Norris 6, Verstappen 7 en Ricciardo pakt het laatste punt voor P8. Wij dus, ja, helaas naar een niet zo mooie plek. Zijn nog steeds 14e. Maar op naar de hoofdrace. Kijken of dat dan misschien beter werk gaat opleveren voor ons. We gaan gewoon beginnen voor de grote prijs van Oostenrijk. Voor aflevering nummer 9 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. This is it then. Race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. Not long to go before our drivers hurtle off the line and into the first turn. The Niki Lauda curve, as it was renamed in 2019 in memory of one of Formula One's most beloved figures. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level with just 10 corners, making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of around 2.6 miles with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Hamilton, Lando Norris, and Verstappen, Bottas, Ocon, Vettel, and Sergio Perez. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Theo Pourchaire, the Professor, Daniel Ricciardo, and Albon. Magnussen, they've taken a grid penalty. Stroll, Yuki Tsunoda, and Guan Yu Zhou. Fernando Alonso, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi, Gasly, and Mick Schumacher. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's start with Alfa Romeo. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Dan zijn we aanbeland bij de grid voor de hoofdrace. Starten op de medium compound en gaan naar de harde band. Nemen dus ook extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Een eenstopper, geen regen voorspeld in de race. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 9 voor de hoofdrace. Maar eerst de formation lap, zoals gewoonlijk, zoals altijd, zoals gebruikelijk. En kijken of wij ook in deze race weer een perfecte start kunnen krijgen, kunnen creëren, kunnen maken
Zo mooi dan als dat gaat gebeuren. De banden dus mooi opwarmen. De remmen dus mooi opwarmen. De motor dus mooi opwarmen. En dan zijn we aanbeland bij de gridslots. Jazeker. Goed geparkeerd in positie nummer 12. Want sommige mensen hebben gridstraffen gepakt. Daardoor staan wij heel ver naar voren. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 9 van F1 22 My Team Career Mode. En ze zijn uit voor de hoofdrace en we zijn onderweg. Komen prima weg. Perez wordt al een klein beetje geblokkeerd. Kan daar nergens naartoe. En wij maken hier een divebomb. En dat is P8. De Alpine van Ocon heeft een betere tractie. Perez naar P9 probeert daar aan te vallen. Lukt ook aan de buitenkant. Maar wij remmen wat later in. Ocon gepasseerd. Proberen hem daar wat naar buiten te duwen. Het is geel en Ocon mag niet aanvallen. Het is weer groen en hij kan dus weer aanvallen. En dat doet hij ook. Is vele malen sneller. Perez aan de buitenkant proberen. Nee. Ocon heeft P7 van ons afgepakt. En dan zitten wij in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als we moeten gaan verdedigen van Perez. Zit aan die binnenkant. Kan er niet voorbij. Wordt daar flink afgeknepen door ons. En wij behouden die 8e positie. Goed voor 4 WK-punten. Bottas naar P10. En we kunnen Esteban Ocon volgen. Dat zeg ik nu wel, maar het is allemaal larikoek. Want dat gat is 3,3 seconden. Perez probeert het aan de buitenkant van die bocht. Meestal geen inhaalpositie. Inhaalplek mogelijk. Wij houden nog steeds vol aan die 8e plek. Maar we moeten nog 33 rondes te gaan. Dat moeten wij dus nog zien te rijden. Terwijl Carlos Sainz even de snelste race konden noteren met een 1-7 zoveel. Hij leidt ook volgens mij de wedstrijd. En we zitten in ronde nummer 4. Perez aan de binnenkant is er voorbij. Maar dan hebben wij hier de racelijn te pakken. En dan pakken wij mooi terug en hebben ook DRS. Goed gedaan, we moeten wel in besparingsstand. Ricciardo komt er ook aan. We verdedigen die binnenkant. 3 hier, dik. Gaat dat goed komen? Dat gaat goed komen, jazeker. Nog steeds P8. Perez heeft weer DRS van ons. Kijkt naar de buitenkant. Ricciardo naar de binnenkant. Nee, het is Valtteri Bottas. Die daar een inhaalpoging probeert. Heeft ons wel te gaas genomen. Ricciardo aan de buitenkant. En we zijn 3 posities verloren. Helaas. En dat is P11. Ronde nummer 6. Als ook Alexander Albon naar ons is toegereden. Ricciardo rijdt al helemaal van ons vandaan. Oh, Vettel zat er nog aan die buitenkant. Proberen hier het 3 dik te maken. Jullie haken een klein beetje in elkaar. En knijpen Vettel daar mooi af. Hebben nauwelijks ERS meer over. Vettel wordt geblokkeerd. Albon kijkt naar de buitenkant. Is meestal geen inhaalplek. En dit keer ook niet. Wordt daar gewoon een beetje wijd geduwd door ons. Vettel kan hier helemaal niks. We houden de auto zo breed mogelijk. En er zijn nog 30 rondes te gaan in de wedstrijd. Tot nu toe geen punten. En ik denk ook niet dat we dat vandaag kunnen gaan volhouden. Vettel probeert het nog steeds bij ons. Keek daar wel even naar de binnenkant, maar moest daar eieren voor zijn geld kiezen. En het is geel. Gele vlag wordt gezwaaid, weer groen, dus we kunnen verder met racen. Dat gat naar Magnussen is 15e, 14e ongeveer. Hij rijdt nu op P12. En wij hebben nauwelijks ERS meer over, 13%. Daar komt Magnussen aan de buitenkant. Is er voorbij. Maar wij proberen hier weer diep in te remmen. Dat lukt ook. Magnussen ziet ons verschijnen en laat de ruimte die er is. En zo hebben wij weer positie nummer 11 weer veroverd. Albon en Magnussen. Albon raakt onze zijkant. Maar wij houden die positie. Jazeker. En dan zitten we in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als Albon het daar probeert aan de buitenkant. Lukt niet.
Ook Magnussen zat daar te kijken. Het was trouwens Alonso, excuseer, geen Albon. Fernando Alonso zet bij ons de druk er vol op. We hebben nauwelijks ERS meer over. Magnussen en Vettel en Alonso. Het is hier chaos, want we zitten daar een beetje klem tussen de beide rijders Alonso en Vettel. Maar toch hebben wij die 11e positie weer in handen gekregen. Weer Vettel en Alonso, weer een sandwich. Dit keer loopt het allemaal goed af, jazeker. Bottas op P10, Alonso naar de buitenkant, lukt niet. Vettel en Magnussen knokken om P13 in de wedstrijd. En dan maken we een pitstop in ronde nummer 16. Een pitstop. Kijken of deze wel goed lukt, want in Engeland was dat helaas niet het geval. P4, jazeker. Komen terug op P17. Maar de rijders voor ons moeten nog een keer naar binnen. En dan zitten we in ronde nummer 18 als we daar blauwe vlaggen krijgen van Charles Leclerc. Die gaat ons op een ronde zetten. En wij hoeven nog maar 17 rondes te gaan. Te rijden. Kevin Magnussen aan de binnenkant. Lukt niet, want hij kwam wat op dat broodje en daardoor haal je de snelheid uit de auto. En is deze aanvalspoging mislukt. Probeer het dan hier aan de buitenkant. Lukt ook niet. Wij duwen hem daar mooi wijd. En dan zitten we in ronde nummer 22 als het daar weer blauwe vlaggen worden gezwaaid voor ons. Dit keer voor Lando Norris. Terwijl het daar even geel is, want Mick Schumacher volgens mij valt uit. Of is dat Kevin Magnussen, weet ik niet zeker. Het is Kevin Magnussen. Jazeker, de andere Haas houdt er dit keer voor gezien. Beide Hazen vallen dus een keer uit in deze twee grote prijzen. Ze nemen het hazenpad. Maar goed, we zitten in ronde nummer 30, nog steeds P11. Ocon een minuut voorsprong op ons. Gasly op P12. Probeert het. Wordt geblokkeerd. Kan er niet langs. Probeert het hier naar de buitenkant. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. We duwen Gasly daar mooi wijd. En volgens mij zet Guanyu Zhou iemand op een ronde als ik dat goed zeg. Gele vlag. Gele vlag vanwege een Williams. Volgens mij was dat Latifi, die daar even buiten de baan is geraakt en rijdt weer. Moeten Guanyu Zhou voorbij zien te laden. Gele vlag, weer geel. Het is weer geel. Er gaan hier gekke dingen gebeuren. Ik weet niet wat er is gebeurd. En dan zitten we in de laatste ronde. En natuurlijk, ja trouwens wij zitten niet in de laatste ronde. Maar Charles Leclerc heeft inmiddels zijn laatste ronde gefinished. Wij finishen op een ronde achterstand in ronde nummer 35. En rara, Charles Leclerc pakt gewoon weer een overwinning. Totale dominantie in deze grote prijs. Volgepakt in de hoofdrace. Gewonnen in de sprintrace. Gewonnen in de hoofdrace. Volgens mij heeft hij ook twee keer dat snelste racerondepunt wezen te veroveren. Wij komen toch nog op P11 thuis. Vind ik een prima resultaat. Dus het op naar de volgende race in Hongarije. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Well, what a drive that was to take the win for Ferrari today. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Ferrari are
at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, hierbij dan is de uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc pakt dus ook de hoofdrace. Pakt ook dus het race van de punt. Carlos Sainz naar het podium. Russell op P3. Wij dus op P11. Poortje op P18. Eén uitvallig. 26 punten voorsprong op Carlos Sainz. En dan 103 punten viel naar George Russell. Zo de knetters. Wat een dominantie van de Ferrari-coureurs. En wij nog steeds 9e in het constructeursklassement. Over de 100 punten viel naar nummer 2 in het constructeurskampioenschap. Ten opzichte van Ferrari. Dus ja, een dominant optreden in... Ja, een wedstrijd. Alweer een wedstrijd. Alweer een dominant optreden van Ferrari. Wanneer houdt het op? Goeie vraag. Goeie vraag. Team Acclaim, level 11, mijzelf, hebben het sponsorgeld binnengeharkt, jazeker. Maar Poortje, het weer schade gereden. Dankjewel kerel. In totaal $101.28 miljoen op de bank kunnen we gaan besteden aan faciliteiten en dat soort dingen. Goed om te zien. En ook dat contract met Poortje, want dat moet worden verlengd. Maar goed, ik ga deze video afronden, namelijk, ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je geen nooit beloond, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. En trouwens, nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op mijn kanaal, gewoon abonneren voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageren wat even beter kan worden op mijn video. Volg me even op de sociale media, @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.